Hallo dames en heren, welkom bij deze... Welkom dames en heren bij deze nieuwe aflevering van Disneycraft. We zijn met 138 en we gaan terug in de tijd. Klinkt raar, aangezien we elke keer een aflevering verder gaan. En dankzij Yari, Dizzy, een betrouwbare speler die ooit deze map heeft gedownload. Ja, lekker betrouwbaar dus. is het mogelijk geweest dat wij deze map kunnen spelen en laten zien hoe het was voor 2.0. Dus we gaan een beetje terug in de tijd, hè? Jazeker. Ja. En Gio heeft een server opgezet. Jullie kunnen niet joinen, maar misschien dat we dat misschien ooit eens doen, dat jullie kunnen kijken. Maar de vraag is, willen jullie het wel zien? Ik denk het wel, maar het is misschien leuk. Wat? Ben je nou maar aan het slopen? Nee, Leroy? Niks. Oké, je kroebeer was het toen al, hè? Oh, je hebt een bloemetje. Oh, leuk. Nou, die plaats ik maar weer. We gaan niet anders slopen, hoop ik. Maar dit was de oude map. En zoals je ziet, hadden wij natuurlijk altijd de survival. En was dat de kraan waar 2.0 ging starten, want... Ja, ik heb geen fly. Misschien dat we even wat kapot kunnen maken. Hoe zag het eruit, die span vroeger? Ik kan ook niks kapot maken. Kun jij dat? Was de span vroeger, hè? Kijk, wat al achievements toen. Kijk maar in de chat. Ja, yeah, achievements. Ja, ik kan niks lopen hier. Dus we kunnen ook niet achter... Oh, kijk, Gio gaat het doen. Kijk, en dit is... Serieus, zo zag het eruit vroeger. En daar stond nog de oude attractie. Wat leuk om te zien dit. Moet je kijken, dit was een stuk gedeelte waarbij de studio's hoorden. Oftewel, de Disney Gardens, die stond eigenlijk gewoon op een hele andere plek. Dat is raar, hè? Maar, zullen we gewoon weer verder gaan? Heel apart. De baan werkt ook helemaal niet. Nee, dat is apart, hè? En, prachtig. Ja, er was geen baan aangeboden, dus dan kan je ook niks maken. Kijk, en dan heb je die oude, lelijke, blauwe bus. Ja, oh, die span, ja bus, dit is de officiële span, wat apart. En dat grote bord hier, dat was... Oh, ja, mappen. De map, daar stond een parkmap op. Zit die nog erin? Nee, die is leeg. Oh, Irma's werk. Het was een hoop werk, hè, Irma. Je had een hoop mapkaart. Maar het was wel gaaf om dat te zien, want je kwam binnen. Kijk, dit, en nog die lolly. Of de ding is niet afgewerkt, hier hoort Black Wall. Ja. Maar er is een groot deel, staat er wel wat er nu is, want hier is Spanje en laten we lopen dan, want hier was officieel niet de span, maar dat was waar we net begonnen de video. En dit was dus allemaal voor 2.0 gebouwd, heel apart. En hier onze NPC's was ook niet de bedoeling dat hier de NPC's niet stonden. Bedankt, kijk, dit is wat fleurrijker. Pas wat meer bij de kracht. Fleurrijk. Oké. Fleurrijk. Fleurop. Fleurop. Ik kan het ook niet dichtgooien nu, dat heb je als de neiging, hè? En hier stonden nog die bordjes. Welkom op Vincent's Disneycraft. Stond hier allemaal bij. En dan had je... Dit is ook allemaal weg, dit, hè? Oude naam ook nog, ja? Daar stond ik op. Ja, volgens mij ooit vroeger, ja. Eigenaar en oplichter. Grappig, joh. Eigenaar oplichter. Nou, daar hadden we de VIP-server. En dan hadden we nog een normale voor de survival. En dan krijgen we like comments van... Wanneer komt dat terug? Wie weet. Duckstad. En hier krijgen we dan de twee borden. En, de kassabalie. Kassie! Ingehouden hoek. Ja, joh, hallo Gio. Leg uit aan mij. Ja, ik heb een nieuwe baan. En stond hier Walt Disney niet hier? Dat klopt. Kom, we gaan dus... Wat is er? Lopen! Alles. Het bloemen gelijk kapot. En kijk eens jongens, hier kwamen wij in het... Ja, het laat niet eens. Wacht, ik ga die chunks even opnieuw laden, zo. Ja. Oh god, ja. En dit was het grote plein. En die zit ook geen vuurk zit er meer in. Ja, een bord, hè? We gaan een ijsje halen, En die portal hier? We gaan een ijsje halen. Ja, die portal, dat was dan Cravenger. Dan ging je daar naartoe. En daar stond dan eventueel een andere server. En drop ijs. Oh, had Kevin dit niet gedaan toen? Had jij dit niet gemaakt, Kevin? Ja, hè? Oh, met een kleine taartje. Wat grappig, joh. Ja, dit weet ik ook nog wel, die elektrische die commentbook die daar lag. Oh ja, elektriciteit, pas op. It's a small world soundtrack, hij staat er nog in. Echt? Ja, hij kan alleen niet meer afgespeeld worden. Kan ik Game Mode 1 krijgen, Gio? Misschien wat handiger voor... soundtrack. Mag ik ook vliegen? Nee, dat mag niet. Wel. Zo, we kijken even hier, gluren we. Dit was natuurlijk het VIP-huis en dat was zelfs nog helemaal ingericht al. Ik weet niet of het is veranderd, we hebben... Ja, dit is natuurlijk geen water geworden. Is dat nog steeds? Ja, dat is water nog steeds, hè? Ja. Nou, hier is weinig aan veranderd, denk ik. Misschien dat... Ja, de inrichting natuurlijk heel anders. Ja, van binnen, ja. Gaan we even via de muur. Oh, hier stonden trouwens de VIP-oneindigs. Ja, die hadden we allemaal verspreid hier. Hier ook. Kan hier nog omhoog. Oh ja, hier zouden we binnen. Wat leuk. En hier stond dan in het midden stond dan weer admins, geloof ik, of zo. Ja, admins stond. Weet je precies wat we hadden? Ja. Klopt, stond je kunt wel zien dat alles is gaan groeien. Tuinman is niet goed bezig geweest. Nee, inderdaad. Nee. Is het gaan groeien, hè?
Ja. Ja, dat staat aan natuurlijk. Oh ja, leuk. Nou, dan wordt het daar een oerwoud. Nou, dan moeten we niet naar de Tarzan gaan. Of, die staat hier niet, geloof ik. We gaan eens kijken. Volgens mij niet, nee. En gewoon om het gemakkelijk te maken, maken we gewoon weer een nieuw gat. Dus er zijn nu 3 gaten in die muur. Nou, we gaan eens even doorlopen, want dit is natuurlijk wel het belangrijkste wat we daar zien. Irma, had je aan dit kasteel ook nog gebouwd? Nee, die heb jij helemaal gemaakt. Oh, die heb ik helemaal gemaakt. Nou, zie hier mijn creatie en Irma's creatie is daarna gekomen. Kopen hier Disneycraft ticket? Doet hij? Nee, die doet het natuurlijk niet meer. Maar hier stond, stond een lijntje. En dan, dit is echt de oude kassa. Ja, dit is ook oud hoor. Oh ja, klopt, die kast staat. Stond dat mannetje stond hier, toch? Ja. We gaan die ontslagen nu is. Oh ja, dan hadden we hier de attracties. Zullen we daar eens doorheen lopen? Dat is grappig om te zien. Het Reuzenrad Familie. Even kijken, maar die Warps doen het ook niet, of wel? Nee. Toy Story Familie. Wat was Toy Story Familie? Ja, de Toy Story gewoon. Oh ja, dat is een familieattractie. Ja. De Lion King. En dan hadden we het Zwemparadijs. Clown Show is weg. Nee, die is nog steeds. Roy's Comedy Show, die is veranderd van naam. We hebben een Wild West Show. De Paardenshow, die staat er nog. We hebben een kindershowtje. Een Clown Show en een kindershow. Voor mij is het één van die is weg. De Fonteinshow kapot. Heel droog ook, hè? Was. Oh ja, en hier hadden we de souvenirs hadden we hier staan. Oh ja, hier waren alle itemframes met alle items die ik kon verzamelen. Die staan heel mooi in het kasteel. Die hadden we toen vroeger hier helemaal omheen gezet. Ja. Heel apart hoor. Een hele tekst. Er stond alleen maar tekst en warps. Alleen maar tekst. De Simmercoast hebben we nog. De Donalbaan staat natuurlijk. De Mickey Mouse. Die is natuurlijk veranderd in de Robin Hood. Nou, de Space Mountain nog. Disney Tour. Kevin. Dat kasteel. Oh, Kevin. Was je emotie? Oh, daar zo. Oh ja, een leeuw heeft sowieso geen emotie. Jouw leeuw niet in ieder geval. De Studio Coaster is weg, de Kessel Coaster is weg, de Woody Coaster is weg. En de Donalbijn staat er nog. Dan hebben we de Stone Slider is nog. Lees. Dat bordje. Waar is dat? Daaronder. Hier. Die onderste hier. Kapot bij toetakeling. En bedankt even dat je in me staat. Boom! Rotapen. En dan krijgen we hier nog de trein, die is weg. Glazen Huis staat er nog. Die is verplaatst naar het Toy Story Museum. En we Grovische Reuzenrad, die is natuurlijk nog steeds separaat. Sprookjesbos staat er nog. Het kinderattractie Dolf staat er nog. Cars is natuurlijk. Misschien hebben we daar de oude Cars nog wel eentje in Leroy. Dat is leuk voor jou. En de Wondertrein is er ook niet meer. En dan gaan we hier nog kijken. Wat hebben we hier nog? Wat leuk om te zien. De Pluto-rad. Oh, die staat in het Sprookjesbos. Graftombes van Jafar. Zo heette vroeger de naaste attractie van die Erik heeft gemaakt. Het Wonderhof Dolhof. Die is ook weg. Toch? Het Wonderhof. Wonderhof de Hof, ik weet het niet meer. Kijk, het Ralf hebben we nog. De Tower of Terror, Piratenschip hebben we nog. Haaks Ondergang, kijk, dit zijn allemaal de ouderwetse. De Kerkers is weg. Moeten we eigenlijk weghalen. Jungle Street, River, ja, hebben we nog. Wally, Riverkracht, Clownenval, de Mijnschaft. Mijnschaft? Is dat, die is ook weg, dacht ik. Ja, die is weg. Dat was dat attractietje met die twee karretjes. En dan ging je door die mijn heen bij het Wild West gebied. Ja. Oh ja. Dan hebben we de Studio World. Dat was een dark ride in de studios. Daar wil ik daar ook nog wel kijken, maar dat gaan we niet halen met deze aflevering. Maar we willen nog veel te veel zien. Disney World. En wat krijgen we hier nog allemaal? Hier krijgen we de... Oh ja, dit waren de vervoerattracties. Of hoe heette dat? De transportattracties, ja. Oh. Er zijn heel veel zijn er weggehaald. Zo, hier staat nog een hele lijst. Och. Oh. Jezus, kijk nou. Ja, dat was groot hoor. En nou hebben we het gewoon nog niet beschikbaar. Duckstad. Wow. Dit heeft Leroy allemaal pas lopen doen bij Duckstad. Maar ja, dat was toen hier nog. Nog niet beschikbaar. Ja. Dan waren het allemaal andere namen. Dit is al Duckstad. Hier hadden we de mapkaart van itemframes. Die zaten allemaal in deze kist. Voor mij stond die achter ook nog een kist. Klopt dat? Even kijken. Nee, alleen voor. Oh, en ik zie wat. Leroy loopt eens door daar. En dan naar links. Dat, ja. Ja, dat weet ik nog. Ja. Oh, kijk nou. En alle kopies van Joey. En er is een Koek geworden en Koen en Sam, Dennis, Demi, Bram, Irma, Erik, Rowie, Gio. Kijk nou, leuk joh. En Gio is net, die heeft net een wat meer eendekleur dan mij. Die is wel net wat witter. Oh ja. Ach, laat ik pakken. Zo, ik pak mijzelf ook dan. Hé, waar is mijn gebleven dan? Je zit in game mode 1. Sorry, ik zei al niks. Je hebt hem gesloopt nu. Nou ja, sorry, ik sta er niet meer. Oh, dit is ook heel... Oh ja, leuk. Oh, nou, ik loop netjes terug als je het niet erg vindt. Oh, en dan zie je trouwens ook de Mickey-baan. Misschien kunnen we een rietje erin doen. Nou, er zijn geen traycards in.
Maar dit was het parkeerplaats. En dan zie je dat het... Nou, dit is echt heel apart. Een monorail zie ik nog. Dit is toch fantastisch. Dit is echt old school. En zoals je ziet was het helemaal met een hek afgezet. Om heel Disneycraft. Dus we gaan er via de normale manier. Via de ingang, denk ik dan. En ik kan Roby nog herinneren. Dat Arno een fout maakte hier. Vroeger hebben we de parkeerplaats begonnen met bouwen. En toen was er een backup. Was er verloren gegaan of kapot. En toen moesten we heel de parkeerplaats weer, of een heel groot gedeelte weer opnieuw gaan bouwen. Oh ja. En dat was vreselijk, maar dat is gelukkig. Toen hadden we gelijk een backup plugin erin gedaan. Ja. Oh, en Marvel's gebied. Marvel. Of staat dat hier ook nog? Ja, dat is hier zo. Toren Marvel Studio. De toren. Omdat toch niet Thor en dan toren. Hulk. Americoaster. Leuke namen van Captain Americoaster. Die is leuk. Oh, een stukje taart liggen hier nog. Nou, dan gaan we het kasteel binnen. De magie begint. En heel apart hoor. Voor mij is dit allemaal veel breder gemaakt, lijkt het net. En natuurlijk ook geen water, we missen alles. En dan komen we nog een verdieping. En hier kon je naar beneden kijken. Zag je toen Donald Duck's hoofd? Ja, ik weet het nog. En hier links had je dan de Disney World. En de liften. De lift. Oh, die liften deed je toen helemaal niet. Maar dan kon je daar helemaal op. En dan ging je hoger het kasteel in. Kun je kijken of het kan? Moet ik wat bouwen voor jullie? Voor de mensen die niet kunnen lopen. Ja, kom. Kijk, als daar komt hij dan. Kan het dan gewoon hoor. Ja, Duo ging weg. Ik ga ook mee. Wow. En zo kwamen we hoog het kasteel in. Oh, jeetje, waar ben ik? Nou. Oké. Komt hier. Oké, het kasteel is dus voor je bent. Ik ga nog hoger. Waar zijn ze? Ja, ze komen aan. Net op. Kom maar jongens. Kevin, achter je. Hallo. Kijk eens hier. Hey. Hallo, kom maar binnen. Hallo. Kom maar binnen. En dan ga je hoger en dan kom je... Hier. Oh, kijk, dat groeit allemaal door natuurlijk. En dan kom je hier naar boven nog. Oh, dit is leuk, ja. En dit was allemaal nog niet ingericht. Nou, we gaan dus naar beneden, Irma. Kijk hoor. Was ik weer. Zo. Hallo, Kevin. Daar gaan we. En misschien is het leuk om gewoon helemaal naar beneden te gaan. We gaan weer naar beneden toe. Dit was de lift. Ik zit vast in de muur. Ach, Api, als je gewoon normaal via de lift ging, had je als het goed is gewoon normaal kunnen doen. Ik stapte de lift in, maar ik zat ineens vast in de muur. Oh, serieus? Ik loop weer netjes terug. Ben ik nu in. Waar was dit dan ook weer? Even kijken waar ik nu weer zit. Dit was ook een nieuwe kamer. Daar kon je ook nog heen. En hier zaten allemaal hoofdjes van de crew. Ik ga gewoon zo uit het kasteel. Zo. We gaan wel even naar het begin toe. Hier begonnen we. En liepen we door het kasteel heen. Zo. Waar? Ja, gewoon beneden bij het kasteel. We zijn beneden. Ja. En dan lopen we eigenlijk bij het gebouw aan wat altijd nog in Disneycraft heeft gestaan. En oh, de monorail is ook echt tof. Ik kan geen slash D doen, dus dan zou iemand me moeten helpen. En misschien als je me opgeeft of zo. Even kijken hoor. Kijk achter je. Welkom in Disneycraft, wat is er aan de hand? Wat is er, Leroy? Ik zei hier. Oh, serieus? In free mode? Ja. Dat is allemaal fly. Nou, kom naar beneden, niet freerunnen jij. Hij ging naar beneden zonder dood te gaan. Wacht, Leroy, ik maak een zwembad voor je. Spring erin. Hier, ik plaats water hier. Lukt dat hierin? Kevin, komen er ook weer water. Oh. De plurk in de haast. Ja, oh, kom ja. Maar. Kijk, hier zijn we. Oh, nee! Wacht, man. Hallo. Zo, ben je ongedeerd, Dino? Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens kijken. Wat hebben we hier allemaal? Oh, hier hadden we natuurlijk al de maskers die we konden kopen. Echt leuke winkeltjes. Oh, en daar is Koala. Daar is onze grote vriend Biepster. Jeffrey. Biepster. En een slot. Dit waren gewoon de winkeltjes. En die stonden zo altijd ingericht. Want zo was ook het ouderwetse Main Street gedeelte ingericht. En dan moet je nagaan, jongens en meisjes. De Main Street lopen. Van even kijken, het kasteelingang naar... Dit treinstation. Als je dat in het echt ziet, hoe groot verschil dat heeft. We hebben zoveel dat treinstation naar achter verschoven. Dat is niet normaal. Er is zoveel world edit bijgekomen. Dat wil je niet weten. En de Tower of Terror. Kijk dan jongens, de Tower of Terror stond er nog. Wauw. Dit is leuk. DC frietvervoer. Ook helemaal geel van de frieten. En hier dat pad ook, omdat het helemaal raar liep. Van brick naar slabs. Oh ja. Wauw, kijk nou, dit had Irma helemaal gemaakt dit toch? Die Tower of Terror. En de monorail. De monorail. Daar ja. Ja joh, fantastisch. Oh my god. Gio, ja. Oh, ja, nee. Ja. Ze staan er nog. Nee. Ja. Die
Dat kan niet, hoor. Dat kan niet, hoor. Dat is Downy Duck. Downy Duck. Downy Duck. Nou, hij was wel leuk. Hij steekt ook allebei je middelvinger op naar ons. Ja. Ja. Ga weg. Ze willen ons niet dat we er zijn. Prachtig. En het was ook afgesloten. Prachtig. We gaan eens even naar binnen. Kom maar. Ik weet precies wat je gaat denken. Ik wist het. Kom maar. Ik ben voorspelbaar geworden. Sorry. Kijk, en de aarde. De aarde ligt hier gewoon op een tafeltje. Hè? Dat kon gewoon, hè? Dus, ja. Nou, ja. En dat is de monorail. Ja, ik denk niet dat hij meer doet. Span, kart. Ja, dat doet hij allemaal niet. Jammer, ik had wel graag een ritje gewild. Zo grappig. Dat lijkt me wel gaaf om hier ooit nog wel eens een traincard in te gooien. Veel plezier. Wat leuk hoor, moet je kijken. Dan ging je hangen. Ging eerst een soort dark ride ideetje. En dan ging je deze kant op. En dan ging je eigenlijk vliegend door over het traject. Ja, ik kan niet overal een ik maak wel een bruggetje voor jullie. Dan kunnen jullie weer komen bij het spoor. Zo. Zo. En dan kom je hier. Zo. Dan kom je weer bij het einde. Die wil je winnen. Zo, en nu kom je wel weer in het water. Zo. Waar is Kevin? Oh, daar is die. Netjes weer. Kevin, heb je een beetje... Och, droogkloot. Dat weet ik ook nog wel, ja. Melvin Walt Disney op zijn bakkes. Ja. Kijk. Oh, Vincent? Hadden we zelfs een koffieshop. Vincent. Maar die hebben we nog steeds, hoor. Die hebben we nog steeds. Ja. Alles weer slopen. Dezelfde plek. Koffieshop, ja. En hier was de achievement coffee natuurlijk. Shop, waar zijn de achievements? Nee. Hier kon je zitten, hier lag nog kots op de tafel. Ja. Dan ligt hier zo de dingen, toch? De Disney Gardens. Of is dat niet hier? Nee, dat was helemaal het begin. Disney Gardens, ja, maar die ligt er nu daar, toch? Of ook niet? Ja, daarachter ligt die. Inderdaad, achter, ja, deze Main Street, ja. Nou, dan lopen we hier naar de reuzenrad. Hij is wel een reuze. En stond de dingen er al? Die, aan de overkant stond al dat Rimboe Adventure er al. Dan ga ik even kijken, want daar ben ik wel benieuwd naar. De Rimboe Adventure. Dat was toch met dat vliegtuig, met dat neergestorte vliegtuig. Ja, dat was een boomstamattractie. De Jungle natuurlijk. Street. Ja, dat was geen loopattractie, dat was een boomstamattractie. Waar stond hij ook weer? Daar? Hier in de buurt? Oh, kijk nou. Ja, hier de Jungle Street waterattractie. Kijk nou, jongens. Dit is toch fantastisch. Video settings voor de beste kwaliteit. En dan ging je hierin en dan spande je een kaartje en dan ging je het water in. Het is leuk om in dit traject misschien even te kijken hoe dit eruit zag. Oh ja, en nog steeds die gasten, die staan nu bij de Rivercraft. Hè, die skin. Maar dit is ook nog steeds hetzelfde, die ingang. Ja, dat zo. Ja, zeker. We hebben het wel, inderdaad, het is inderdaad van een waterattractie naar een loopattractie gaan met een verhaal erin. En ik vind het wel een heel spannende attractie, maar het is, ja, we hadden heel veel boomstamattracties vroeger, leek het net. En we lopen hier door. We gaan gewoon deze dark ride gewoon even aflopen hoe dit eruit zou voegen. En inderdaad, wat Leroy zei, dat ingestorte vliegtuig, dat stond hier ook in de attractie. En het was een beetje alsof avonturiers waren neergestort op een eilandje waar we niet wisten wat voor mensen er zaten. Een beetje rimboemannetjes. Het was een beetje Afrika-idee. Ja, het zag er wel leuk uit, hoor, deze dark. Ik ga er even iets sneller doorheen. Zo. En dan ging je door het bruggetje door. En hieronder, dat is leuk om te weten. Hierboven hadden wij dus de hoe noem je dat? De, waar nu het VIP-huis staat. Hier, dan kwam je weer hieruit. Fantastisch gedaan. Ja, was superleuk. Het zat allemaal zo krap op elkaar. En je ging, ja, je ging door. Ging je, dat vliegtuig. Oh ja, daar ging je in. Door, ja. Daar ging je in, ja. En toen, dit was de uitgang. Allemaal bloed en zo. Wel guber, hoor, dit. En dan ging je met een brug. Hé, Leroy. Hallo. En dan ging je hier zo naar boven. En dan ging je hier zo doorheen. Ja, kijk. En dan had je hier nog een cafeetje. Die werd zelfs bediend door die entertainers die ook zo'n Rimboe mannetjes waren. En dan kon je de uitgang. En dit is nog steeds hetzelfde gebleven, inderdaad. Volgens mij zat hier wel een... Ja, hier kon je erin nog steeds. Maar de kleuren zijn aangepast. Dit is allemaal geen eieren meer. Nou, dit was de eerste aflevering. Nou ja, eigenlijk aflevering 138. Maar wel dat we teruggaan in de tijd. Ik hoop dat dit een leuke video vond. Vergeet geen like achter te laten. En de volgende aflevering gaan we ook gewoon nog verder de map verkennen. Dus blijf zeker weten kijken. En tot de volgende keer. Bedankt voor het meedoen, mensen. Doei, doei. Dag. Dag. Doeg.